Hallo, gezellig! Welkom. Hallo, XD, gezellig! Hallo! Hallo! Iedereen, hallo, hoi! Goedendag allemaal, welkom bij het tweede deel van de livestream die dus gehouden werd op 17 oktober. Ik kijk heel eventjes naar de datum, want ik ken hem niet uit mijn hoofd, zo erg slim ben ik vandaag. En we hebben dus een nieuw spel. Keep Talking and Nobody Explodes. Daar kijken jullie nu op dit moment naar. Wij hebben een extra gast in de Twitch livestream op dit moment zitten. Stel je voor. Hallo allemaal, Lino G. Oftewel, Objection Guy. Ik hou niet van lava. En We gaan dus zeg maar Keep Talking and Nobody Explodes. Nou, ik ga eerst even over de basics voordat we dus echt gaan beginnen. Je hebt dus zeg maar, je krijgt een bom. En de bom... Die is aan het aftikken. Het enige wat ik zie is de bom en ik moet hem beschrijven aan Leroy. Leroy die heeft bij zich een manual waarin staat hoe dat ik de bom kan onschadelijk maken. Hoe dat ik hem dus zeg maar kan zorgen dat hij niet explodeert. Het enige probleem is, ik zie alleen de bom en hij ziet de bom niet. Hij kan alleen maar naar mijn beschrijving luisteren en zeggen wat ik moet doen. Zo gaat het werken. Dus ik zal heel eventjes de controls laten zien. Dan kunnen jullie eventjes een beetje zien hoe dat allemaal uitziet. Dus dan krijgen jullie te zien hoe. Dus daar gaat het over de controls namelijk. Nou, je hebt dus een tafel en daar ligt dus een bom voor je. Nou, die bom die kun je oppakken, kun je omheen draaien, kun je dus alles eraan zien. Hier hebben we draden die we dus zeg maar zien. Dat is een van de puzzels die we moeten doen. En hij zegt hier dus ook zeg maar dat wij de blauwe knop, de blauwe draad moeten kapot moeten knippen. Nou, die selecteren we door op dat ding te klikken. Dan kunnen we dus zeg maar de draden zien. En als we op de blauwe drukken, dan doen we het goed. Nou, dat is dus zeg maar de tutorial. Je kunt de bom weer neerleggen. Dan krijgen we eventjes de tweede tutorial. En dan zien we hier dus zeg maar dat er nog meer dingen zijn. Zoals bijvoorbeeld de rode knop met press erop. En hier zegt hij dat ik de knop in moet drukken. En weer los moet laten. En rotate. En dan kun je dus zeg maar alles zien. En dan moeten we dus zeg maar de bom weer weggooien. En dan zijn we klaar. Maar nou gaan we dus naar het echte werk tot de tijd ook gaat lopen. Dus, ja. Waar heb je die pet gekocht? Deze pet die heb ik gekregen bij Skyward Sword. Dus die heb ik niet gekocht, die heb ik erbij gekregen. Goed, we gaan naar de... Zullen we gewoon de eerste bom even pakken? Gewoon af het begin, gewoon first bom. Ja, lekker makkelijk, geen stress. Ja. Nou, het geeft wel stress. Zoals je ziet, ik heb hem al een keer gehaald, maar... Het is elke keer een andere bom, dus het is het nadeel. Goed, hier gaan we beginnen. Zoals je ziet, dit scherm is alleen voor mijn ogen en in dit geval voor jullie ogen. Leroy ziet dit dus allemaal niet. We zitten in een donkere kamer. Het is 7:55, klopt nog ook met de reality tijd. Dat is het leukste. En we hebben 5 minuten om deze bom dus weg te halen. Oké, Leroy. Ja, ik heb draden voor me. Ja. Ik zie 5 draden. 5 draden, oké. En de kleur? Zwart, geel, geel, zwart, wit. Oké, de laatste is niet zwart, hè? Nee, de laatste is wit. Oké, even kijken. Is er gewoon 1 rode draad? Nee, er is geen rode draad. Oké, is er meer dan 2 gele? Ja, er zijn maar 2 gele precies. Zijn er wel zwarte draden? 2 zwarte draden. Knip de eerste. De eerste? Ja. Is goed, oké. Okay. Ik heb een grote blauwe knop die zegt abort. Grote blauwe knop die zegt abort. Kijk, de knop ingedrukt houden en... Ingedrukt houden? Ja, wacht even. Oh ja, ik heb hem nou ingedrukt, hij is blauw. Blauw, loslaat als de teller op 4 staat. Is goed, oké, dan heb ik 4 symbolen. Oké, 4 symbolen. Ja, okay. Ik heb een omgedraaide vraagteken. Ja? Ik heb een E achterste, of ja, in het spiegelbeeld met 2 puntjes erboven. Ja, zo'n euroteken, ja. Ja, een C met zo'n lange krul, ook wel lijkt een beetje op een A. Ja. En een witte ster. Ja, ik heb hem. Euroteken achterstevoren. Ja. Even kijken. Wat had je nog meer? Ongedraaide vraagteken. Vraagteken op de kop. Witte ster. En de C met de krul. C met de krul. C met de krul. Heb eens. Ja. Ster. Ster. Oké, we hebben hem. Yes. Eerste bom is klaar. Wat is nou de bedoeling van de game? In leven blijven. De bom niet laten exploderen. Maar dit was de eerste bom, die is natuurlijk vrij makkelijk. Ja. Goed, dankjewel Leroy. Ja, graag gedaan. Nou zijn er dus vele moeilijkere puzzels en daar gaan we ook zeker naartoe komen. Maar laten we eerst eventjes naar Double Your Money gaan, waardoor dat we dus 6 puzzeltjes op moeten gaan lossen. Het probleem is, je kunt meedoen, maar je mag de bom niet zien. Dus ja, het probleem is, kun je de stream niet zien. Dat mag helaas niet. Nee. Dus, want Leroy zit expres niet in de stream om de bom dus niet te kunnen zien. Want
degene die dus zeg maar de handleiding heeft, mag de bom niet zien. Nee. Oké, we hebben een nieuwe bom. Leroy, laat me leven, hè? Ja, ik doe mijn best. Oké, goed. Oké, we hebben... draden, we beginnen met de draden. Oké, hoeveel draden? Drie draden, oké. Kleur? Geel, zwart, wit. Geen rood? Nee. Dit is de tweede draad. Tweede draad, oké, is goed. Volgende draden. Zes draden. Oké, kleuren? Geel, wit, geel, blauw, wit, wit. Even kijken, dus zijn er meer dan twee gele, toch? Nee, het zijn maar twee gele. Oké, twee gele. Geen rode draad? Geen rode draad. Dit de laatste draad. Dit de laatste draad, oké. Okay. Ja. Is goed. Oké, okay, dan gaan we naar symbolen. Oké, symbolen, ja. Zeg maar wanneer dat je het bent. Ja, kom maar. Oké, ik heb een P omgedraaid. Ja. Een C met een puntje erin. Ja. Een zwarte ster. Ja. En een 3 met een extra krul en twee aliensprietjes. Oh, die. 3, ja. Oké, okay, C met een stip. C met een stip, ja. P achterstevoren. P achterstevoren. 3 met een krulletje erin, ja. Oké, okay, is goed. Oké, okay, volgende symbolen. Ja. Ik heb een bellenblaastokje. Ja. Een omgekeerde C met een punt erin. Ja. Een H met een extra krul. Ja. En een soort driehoekje met een F erbovenop. Driehoekje met een F erboven? Ja, een soort van driehoek F dinges. Het is zeg maar gewoon twee van die schijne luintjes aan elkaar. En daarboven heb je een heel klein F'je erbovenop zitten. Kijk. Het ziet eruit als een afgekeurde glijbaan. Au, ja, ik zie hem. Bellenblaas? Ja. Afgekeurde F. Afgekeurde F, ja. Wat was die andere? Omgekeerde C en de rare H. Rare H, dan de C. Oké, okay, is goed. Dan heb ik twee knoppen. Witte knop met detonate. Knoppen. Witte knop met detonate, hè? Ja, witte knop met detonate. Hoeveel batterijen zijn er? Even kijken. Ik heb twee dubbel A-batterijen. En verder zie ik niks. Oké, okay, knop ingedrukt houden en gelijk loslaten. Oh, duh, fout van mij. Oké, ik heb hem, Oké, we hebben één strike. Ik deed fout, sorry, mijn excuses. Oké, gele knop met detonate. Gele knop met detonate. Even kijken, is dat mogelijk? Tijd gaat sneller, jongen. Ja, gewoon indruk houden en gelijk loslaten. Oké! Okay. Oké, voor de mensen die het willen weten, dit spel is te koop op Steam. Je kunt hem vinden op Steam, als je zoekt naar Keep Talking and Nobody Explodes, daar kun je hem op vinden. Geef mijn neef Bezemboy wil voor zijn verjaardag samen met jou een spel spelen, zal dat weten. Ik zal kijken wat ik kan doen, ik kan niks beloven. Ik zou zeggen, stuur even een berichtje via ZeldaPlay20 op Facebook. En dan kan ik kijken wat ik voor je kan doen. Oké, okay, nou, zullen we een moeilijkere bom gaan doen? Ja. Ik krijg hier spijt van. Ja. pick up the pace, even kijken, waar was die? Nee, we gaan wel naar One Step Up. Oké. Okay. Die heeft een moeilijkere puzzel bij zich. Oh, wacht even. Zal ik even pen papier pakken? Op geval dat. Ik moet wel vol voorbereid zijn voor de puzzels. Mail mij voor een bedragje. Kerel, ik... Nee, joh. Je hoeft mij echt niet... Nee. Nee, dit is niet online. Dit is gewoon een spel. Die zet jij op. En je bent in Skype met je vrienden. Of je bent op je laptop. En je vrienden in dezelfde kamer zitten. Zo kan het werken. Ja, hoi Joeetje, hi. Je hoeft mij geen bedragje, dat hoeft niet. Dus je zou gewoon een berichtje kunnen sturen eventjes naar Facebook en dan kan ik kijken wat ik ermee kan doen. Of ik er ergens een tijd voor heb, dus dat is het makkelijkste. Ben jij een verrassing voor mijn verjaardag aan het regelen? Oh. Oké, okay, ja. Ik geef je 10 euro, ik heb veel ik hoef geen 10 euro. Ik wil echt geen geld daarvoor hebben. Ik doe het graag vrijwillig. Ja? Als ik de tijd ervoor kan vinden. Goed, nou, de andere heeft een webpagina voor zich of die heeft het uitgeprint. Ik heb het hier naast me uitgeprint liggen, maar ik kijk er expres niet naar, want ik mag het niet zien. Dus het is een heel ingewikkeld boek. Ik zal het jullie proberen te laten zien via de kleine webcam die jullie op dit moment hebben. Dus even kijken. Ik zie mijn eigen webcam namelijk nog niet eens. Maar goed, je hebt hier dus zeg maar een boek. Nou, en daar staat dus zeg maar bom defusal in. En in al die pagina's...
staat dus zeg maar beschreven hoe dat je sommige dingen dus zeg maar zou kunnen doen. Dus. Ja. Maar dat hij leuk vindt, Joey, dat is veel leuker. Ik zou zeggen van, nou, ik kan kijken wat ik kan doen. Ik kan niks beloven, want ik heb het heel druk helaas de laatste tijd. Maar als het mogelijk is, ik zal mijn best doen. Dus stuur even een berichtje via Zelda Play 20 op Facebook. En dan zal ik kijken wat ik kan doen. Dus dat is altijd leuk. Maar goed, wij gaan eventjes naar de volgende bom. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Jongen, jongen, die wilde me er zelf voor betalen. Nou, dat vind ik echt heel aardig, maar... Kijk, als het nou reiskostenvergoeding zou zijn, dan inderdaad. Maar gewoon een spelletje spelen? Nee, daar hoef ik niet voor betaald te worden. Echt niet. Oké, we hebben 5 minuten. Ja. En, oh boy. Oké, we beginnen met raden. Oké. Kom maar op. Oké, we hebben 6 draden. Oké. Wit, geel, rood, geel, zwart, zwart. Kijk, 6 draden. 1 gele? 2 gele. Even kijken. Geen rode draad? 1 rode draad. Knip de vierde. Knip de vierde, oké. Is goed. Oké, rode knop met hold. Oké, rode knop met hold. Even kijken. Ik zie... Indrukken en gelijk loslaten. Oké, is goed. Oké, ik heb een doolhofje. Oeh, doolhof. Bladzijde. Ja. Je hebt de doolhof? Oké. Ja, doen we weer de A tot 6, hè? Ja, A. Ja. Oké, ik heb een groene cirkel op D1. D, A, B, C, D, ja. En ik heb er ook eentje op C4. C4, ja, oké, ik heb hem. Oké, het witte stipje, wat ik ben, ik zelf sta op C3. Ja. En ik moet naar D5. Je zit op C3 en je moet naar D5. Ja. Oké. Naar rechts. Naar rechts? Ja. Oké. Naar rechts. Onder. Weer naar rechts. Ja. Helemaal naar boven. Ja. Eentje links. Eentje links? Ja. Ja. Onder. Naar beneden. Ja, naar beneden. Ja. Links. Eentje links. Ja, omhoog. Omhoog. Ja, links, links. Links, links. Onder. Naar onderen. Ja, links. Links. Helemaal naar onder. Helemaal naar onderen. Ja, en nu naar rechts. Hoe vaak? 4 keer. 1, 2, 3. Ja, en dan sta ik 4 keer? Ja. En dan? 1, 2, 3. Dan ben je op een D5, toch? Nee, ik ben nou op ik ben nou op E6. E6. Ah, 1 fout. Ah. 1, 3, A, B, C, D. Huh? Maar... Ik sta nu op, even kijken, A, B, C, D, E, 6. Ja, ik sta op E, 6. A, B, C, D, E, 6. Je moet zeggen D5, toch? Ja. D, E, 2, 3, 4. Kom op, de tijd tikt door. Oh nee, het is verkeerd. Je moet helemaal naar links. Moet ik weer helemaal terug naar links? Ja. Ja? Helemaal naar boven. Helemaal naar boven? Ja. Eentje naar beneden. Eentje naar beneden. Eentje naar rechts. Eentje naar rechts. Eentje omhoog. Eentje omhoog. Twee naar rechts. Twee naar rechts. Eén naar beneden. Eén naar beneden. Eén naar rechts. Eén naar rechts. Eén omhoog. Eén omhoog. Eén naar rechts. Eén naar rechts. Twee naar beneden. Twee naar beneden. Nog een keer naar beneden. Nog een keer naar beneden. Eén keer naar links. Eén keer naar links. Eén keer omhoog. Eén keer omhoog. Links. 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 Onder. Onder. Rechts. Rechts. Onder. Onder. Rechts. Rechts. Oké, we hebben hem. Goed, laatste puzzel. Okay. Ik zie een 1. Een display 1. Je weet wel, de tabs, het logo, weet wel. Ja. Groen schermpje, wit erin. Ja, oké. 1, de tweede positie. De tweede positie is een 4. Oké, volgende. Oké, volgende is een 1. 1, vierde label. Vierde? Ja, vierde, ja, label 4, ja. Gewoon op een 4 drukken dus? Ja. Oké, die stond op de tweede positie. Oké. Volgende nummer is een 1. 1. Dezelfde label als je op 4 gedrukt. Stage 2, dus 4. Dat was een 2 of een 4? Dat was een 4. 4, oké. Die stond op de vierde locatie. Oh, dat was een 2. Nee, het was een 4, was goed. Volgende is 1. Oké. Nu is 1,
Stage 3. Dezelfde als in de eerste stage. Dezelfde positie. Dat was... De tweede plaats, toch? Tweede positie. Ja, is goed. Oké, okay, laatste is... Welk nummer? Dat was een 2. 4. Kom op, ik heb nog 5 seconden. 4. Zelfde level als nummer stage 3. Nee. Zo dichtbij. Nou weet ik hoe Taulen zich voelde. Ja. Oh, sorry. Not Leroy proof, zegt iedereen. Dus ja. Zo werkt het spel. Ja. Wij gaan hem nog een keer proberen, want het is hartstikke gezellig. Dus we gaan hem gewoon nog een keer proberen. Maar ja, het nadeel is, de bom zal dus helemaal anders zijn. Dus, nee, bij die dolf had ik helemaal verkeerd. Ja, daar kwam ik achter, ja! Ja, sorry! Oké, okay. Poging 2. Oké. Okay. We hebben de bom. Oké. Oké, we beginnen met de draden. We beginnen met de makkelijkste. Oké, okay, draden, ja. 4 draden. Oké. Okay. Eentje rood? Nee. Oké, okay, is de laatste draad geel? Nee. Oké, is het één blauwe draad? Eén blauwe draad. Je hebt de eerste. De eerste? Ja. Is goed. Oké, okay, 4 symbolen. Oké, okay, ja. Een I met wiggly arms. I? Ja, een soort rare kandelaar. Oh ja. C met een punt. Ja. Omgedraaide P. Gewoon een C, even kijken. Gewoon een C met een punt. Ja. Ja. Oké, okay, omgedraaide P. Ja. En een smiley face. Oké, okay, kandelaar. Kandelaar. Smiley face. Smiley face. C met een punt. C dubbele punt? Nee, C met een punt. C met een punt, vlaggetje. Oké, okay, is goed. Oké, okay, Simon Says. Oké. Okay. Serienummer, is dat met een klinker of zonder klinker? Even kijken, 8S82B8, zonder klinker. Oké, okay, gaan we dus zonder klinken. Eerste kleur? Hij knippert. Knipper is. Groen. Groen. Oké. Okay. Geel. Groen, rood. Groen, rood, rood. Die ken ik uit mijn hoofd dan. Oh, hij is al goed, hij is al goed. Mooi, oh. Ik hoef hem maar 3 keer. Oké, okay, nou hebben we de woordpuzzel. Ik zie, je weet wel, een woordje in het display en 6 knopjes eronder. Oh nee, die, oké, zoeken. Ja, ik heb hem. Oké, okay, nou, we hebben 3 minuten, dus we kunnen hier de tijd voor nemen. Ik zie het woord red. R-E-D. Red, oh, wacht even, welke stap? Met die cijfers? Nee, dat is met die letters. Je ziet een woordje zeg maar bovenin en dan heb ik 6 woordjes eronder staan. Even kijken, red, oh, wacht, ja, ik weet wat je bedoelt. Red, hè? Ja. Als in red mij, verdorie. Ja, rechts en dan de middelste. Rechts de middelste. Oké, okay, er zegt done. D-O-N-E. D-O-N-E. Zit een shirt erin? Ja, er zit een shirt in. Hebbes. Goed, volgende woord. Oh, oké. Okay, C. Alleen de letter C. Oké, okay, rechtsboven. Rechtsboven. Rechtsboven zegt right. Right. Phoenix, ja, Phoenix. Right. 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 Yes. Heb ik. Oké, okay, volgende woord. Oké. Okay, volgende woord is yes. Yes. Middelste links. Middelste links. Zeg left. Left, oké. Okay. Left, right? Ja, staat erop. Ja, we hebben hem! Yes! Ja. Oh. Kijk. Die ging wat soepeler. Simon 6, oh mijn god, wat doet dat op een bom? Dat wil jij niet weten. Nee. Hey, we hebben een tijd gewonnen. Want volgens mij had ik die de vorige keer op 1 seconde na. Ja. Dat is jammer, die was leuk. Wat was er nou deze? Nee, daar had ik nog 17 seconden over. Oké, okay, we gaan gewoon naar een level 3. Moderate. Moderate.
En dan nemen we eventjes een break en we zien wel wat we dan nog verder gaan doen. Dus dat wordt altijd gezellig. Ben je er klaar voor, Leroy? Ja. Tot op bladzijde 1. Ik ben er klaar. Nou, het is in mijn handen zweten. Mijn handen zweten ervan, dus. Ja, maar ik kan praten. Ik moet alles vertellen. Ik moet alles uitzoeken. Oké, luister. We hebben 3 puzzels. Mogen 3 fouten. 5 minuten. Pak je toch? Here we go. Oké. Okay. Oké, we hebben de bom. Oké, ik zie 2 modules. Oh nee, we hebben een... oh boy. Draden eerst. Draden ja. Eerst. Oké, hoeveel? 5 draden. Oké, is de laatste zwart? Nee. Oké, is het precies... Zit er 1 rode draad tussen? Ja, 1 rode draad. En binnen 1 de gele? Ja. Knip de eerste. Oké, is goed. Oké, dan hebben we weer die puzzel met het nummertje erop. Puzzel met nummertje? Welke? 1. Oh, die, met die labels? Ja. Ja, heb ik. Hij zit 1, hè? Ja, de lichten zijn uitgegaan. Oké. 1, tweede positie. Tweede positie? Ja. Oké, dat is een 4. Oké, 4, schrijf ik op. Oké, ik heb nou 1. 1. Press label 4. Label 4, staat op de vierde kant. Oké, vierde positie, ja. Oké, dan krijg ik 2. 2, press label die je in stage 1 hebt gedaan. Dat is 4. Oké, die staat op de vierde plaats. Oké. Ja, volgende. Oké, weer een 4. Weer een 4. Even kijken hoor. 1, 2, 3. Dan gaan we naar stage 4. Dezelfde positie als stage 2 was ook 4. Vierde positie. De vierde positie is nou een 2. Oké. Oké, het laatste nummer is een 4. Een 4. 4 is dezelfde label als stage 3. En dat was een 2, toch? Nee? Volgens mij was dat 4. Oh, ja. Ja, is goed. Oké, we hebben hem gehaald. Oké, dan gaan we nou naar de moeilijkste. We hebben nog 3 minuten en 20 seconden. Het is Morse code. Oh, nee. Ja. Okay. Dus, oké. Oké, Morse code. Oké, Morse code. Oké, als hij stil is... Ja. Ik ga gewoon, je weet wel, dot, streep. Ja, doe gewoon streep. En dan zeg ik gelijk stop, ja. Als hij dus lang stil is. En dan kun je de volgende letter beginnen, oké? Okay? Ja, doe gewoon puntenstreep, dan weet ik. Ja, puntenstreep. Oké, ik ga even wachten. Oké, komt hij aan. Punt, streep, punt, stop. Punt, streep, stop. Punt, ja. punt, streep, stop. Oh, nou weet ik niet hoeveel dat je hebt geschreven, dus... Ik ga gewoon 2. Naar de volgende. De letters die je vindt, daar moet je daar iets mee proberen te maken, oké? Okay? Ja. Oké, ik ga even verder met decoren. Oké. Okay. Punt, streep. Stop. Punt, stop. Streep, punt, streep, punt, stop. Ja, die ben ik kwijt. Probeer er dadelijk een woord van te maken, oké? Okay? Ja. We hebben nog 2 minuten, dus ik blijf gewoon... Ja. Ik blijf gewoon blaren. Ja, R... Punt, streep, stop. Ja, die heb ik ook. Punt, stop. Punt, stop, dat is... Ja, gelijk 1 puntje en dan stopt ja. Die. Ja, dat is een E. Oké, RVE heb ik. Kun je daar al iets mee maken? Even kijken, ik zal even kijken. RVE, even kijken. Ik heb vector, heb ik. Ja, dat is het enige woord, vector. Frequentie 3.595. 595? Ja. 595. Ja. 595. Dus 3.595? Ja. Is goed! Yes! Oh. Dat was echt een lat. Dat was echt een moeilijke puzzel. Oh, jeez. Nou, Leo, je hebt de eerste morspuzzel gedaan. Eindelijk, mijn eerste morscode. Wat zeg je? Ik snap het niet. Oké, op het moment dat het lampje knippert, knippert hij kort of lang? Bij kort zei ik een puntje en bij lang zei ik een streep. Bleef het lampje lang uit, zei ik stop, tot hij naar de volgende letter kon gaan.
Zo heb ik dus een paar letters kunnen uitvogelen, waardoor dat hij 3 letters te pakken heeft gekregen. Hij heeft in zijn beschrijving, ik weet niet hoeveel woorden staan, en misschien kon hij daar dan zeg maar een woord uithalen. Dan ziet hij op welke frequentie dat ik hem moest zetten en dan geeft hij mij door. Zo ja. werkt het. Maar dat is zo moeilijk, want hij moet het schrijven en ik moet het maar blijven oproepen. Dus dat gaat zo snel. We hadden nog 1 minuut en 30 seconden over en we hebben geen fouten gemaakt. Nice, ja. Maar op het moment dat hij de V zei, dan zit ik te kijken dat hey, er is 1 woord met een V. En toen wist ik dat dat het woord was. Precies. Ja. Dus, durven we er nog één? Ja. Ik vraag het heel eventjes aan de chat, kun jij ook even op adem komen? Ja. Jongens, dit spel is zenuwslopend, maar enorm geweldig. En ik denk dat we er nog wel wat op de kanalen zullen zien. Dus, ik ga heel eventjes kijken. Is er op... Want ik zie op Skype berichten nou. Oh, dat is van Erwin, oké. Ga ik niet voorlezen. Not important. Maar goed, je moet gaan. Doei, Spieke. Was gezellig dat je er was. Doei. Oké, nou, als jullie nog een bom willen zien, laat het me eventjes weten. Dan doe ik heel eventjes wat drinken. Kan Leroy ook even bijkomen. Nee, oké, nou, we gaan naar de bombs. Something different. We hebben 3 puzzels weer. Oké. Do these wires look different to you? Does this bomb look exploded to you? Oh boy. Goed. Okay. We hopen dat hij wekker zijn kop dicht kan houden. Oké, de tijd die klopt op dit moment dat we aan het opnemen zijn. We hebben 5 minuten. Ik heb gecompliceerde draden en gewone draden. Zullen we eerst de gewone draden doen? Ja, doe eerst gewone draden, ja. Oké, gewone draden. Oké, ik heb er 6. Oké, geen gele? 3 gele. Oké, 3 gele zei jij. Geen rode? 1 rode. Ik heb de 4e. De 4e. Is goed. Oké, ingewikkelde draden. Oké, welke draden? Ik heb een blauw-wit gestreepte met onderaan een ster. Oh, die draden. Oké, blauw-witte? Ja, blauw-wit met een ster. Oké, dan moet ik alleen blauwe ster weten. Even kijken. Blauwe. Sst. Ster. 2 P'en, even kijken. Heeft hij een parallel poort? Op de achterkant of zoiets? Is dat zo'n grote met... Ja, zo'n grote. Ja, die zit erop. Grote lawerbige. Ja, die zit erop. Oké, knippendraad. Is fout! Wat? Oké, gaan we gewoon naar de volgende. Dat is een witte draad. Oké, alleen wit? Alleen wit. Oké, knip hem. Oké, gedaan. Rood-blauw met ster en ledlamp. Rood-blauw en ster. Goh, is dat een compleet pakket? Even kijken. Rood-blauw. Ster, dat is D, als het goed is. Niet knippen. Niet knippen. Oké, volgende is rood, lampje aan en ster. Oké, rood, lampje aan en ster. Kijk, dit is rood. Dit is lampje. En dit is ster van. SP. Even kijken, SP. Is de serienummer gelijk? Dat kan ik nou niet zien. Oh wacht, je bedoelt even of oneven op het eind? Ja, even, ja, is die even? Nee, is oneven. Oké, knip hem maar niet. Die rode niet doorknippen, oké, de blauwe. De laatste is een blauwe met een ster en een ledlampje. Kijk, blauw. Ster. PD, even kijken, D. Hij had geen poort, toch? Zo'n langwerpige. Jawel, hij had wel zo'n langwerpige. Wel. De ene zegt wel, de andere zegt niet. Niet knippen. Ja, maar ik moet er één knippen. Oh, knippen maar wel. Is goed. Dan moet ik nog eentje knippen. Dat is rood of blauw. Rood of rood-blauw. Rood, rood-blauw? Ja, ze zijn allemaal met sterren en dingen. En eentje is rood met blauw en de andere is alleen rood. Eentje is alleen rood. 2 minuten. Kijk, je moet nog 2 draden knippen. Ik moet nog 1 draad knippen. Oké. Eentje was alleen maar rood? Ja, en de andere is rood-blauw. En ze hebben allebei een sterren en allebei een lampje. Oh boy. Oké, doe eens die rood ster blauwe. Even kijken. 1, 2, 3, 4. 1,5 minuut. Ja, ik ben bezig. Die.
Ik wil nu een antwoord, want we hebben niet genoeg tijd. Ja, knip hem maar, knip hem. Welke, de rode? Ja, je hebt de rode. Is goed, oké, okay, laatste. Label. Label, ja. Zegt een 4. Oké, okay, 4, dat is 4e positie. 4e positie, oké, okay, 2. Oké, okay, volgende. Komt eraan. 2. 2, zelfde positie als stage 1, dat is de laatste positie. Oké, okay, nou, dat is een 3. Oké, okay, volgende. Volgende nummer wat ik zie is een 3. 3, derde positie. Derde positie is een 2. Oké. Okay. Stage 4? Stage 4. 2. 2. Zelfde knop is in de eerste positie, dat was een 2. Dat was een 2? Oké, okay, die staat op de tweede plaats. Is fout! Wat? Opnieuw! Oké, okay, opnieuw. 1. Oké, tweede positie. Is een 1. Oké. Okay. Volgende. 4. 4. Zelfde positie is stage 1, dus tweede positie. Hey, laat. Nou, de tijd was op. Of niet? Oké, okay, YouTube. We zijn net weer geëxplodeerd. Die was speciaal voor Twitch. Maar er is een handdoek het veld binnengekomen. Een handdoek het veld? Dus speciaal voor YouTube. Oh, ik leef nog. Net. Oh, de taalgebruik. Ik weet het, ik viel weer te hard. Oh, speciaal voor YouTube dit keer ook nog. Hebben we ook nog extra handdoek. Wat moet ik helpen met dismantelen? Zou je me willen helpen? Ik bedoel, we hebben nou 2 keer een bom gehad. 1 keer heeft YouTube hem meegezien. 2e keer heeft YouTube hem niet meegezien. Want dat was Twitch exclusive. Oké. Okay. En hij heeft het 2 keer niet kunnen halen. Dus ja, ik heb ik, een extra wel man nodig. Om een derde bom overleef ik niet. Oké, okay, dus je hebt nog geen 1 bom gedefused? Jawel, we hebben al een paar de bommen kunnen defusen. Oh, gelukkig. Maar deze bom is speciaal, dus... Well done, I'm not needed! Tuut, tuut. Handdoek, ik heb je hulp nodig. Ja, oké, het komt goed. Maar je ik weet... Ik heb je hulp nodig! Ik ben 2 keer bom gedaan! Ik heb nog niet alle onderdelen gehad, hè? Ik heb 2 keer bom gedaan! Zijn het nieuwe puzzels? Ik weet het niet! Nee. Ja, er was 1 puzzel, het was echt met die morsecodes. Die was ik de meeste. Die morsecodes die kunnen mij... Oh jongens, er ligt hier nog een bom! Uh-oh. Oh, oké. Okay. Draden. Draden, oh, we zijn... Gewone draden. Hoeveel? 6. Geen gele? Geen gele. Wacht, is de laatste nummer... Ot? Wat is dat, Ot? De laatste nieuwe naam is Ot. Ot, dat is oneven. Het is een even. Oh, jammer. Meer dan 1 gele? Er zitten helemaal geen gele. Helemaal geen gele, oké. Okay. Ook geen rode? 1 rode. Kip de 4e. Oké, okay, is goed. Oké. Ingewikkelde draden. Oh nee, niet weer. Witte draad. Niks. Knippen. Oké. Okay. Wit-blauwe draad met een ster. Blauwe ster. Blauw en ster. Oh, de lichten gaan uit. 1, 2... Even special effects. 1, 2... Ja, P... Help. Ah, nee. Oké, okay, lichten gaan we aan. Heeft u weer een parallel poort? Die langwerpige? Langwerpige... Nee. Nee, niet knippen. Oké, niet knippen. Oké, volgende is rood, licht en ster. Oké, rood... Licht... En sterren. Ja, rood licht en ster. Heeft hij minder 2 batterijen? Ik zie 2 batterijen. Nee, ze zijn er maar 2. Nee, laat die open. Niet knippen. Niet knippen, oké. Okay, blauw, wit met ster. Die moest ik net ook niet knippen. Dus deze ook niet knippen dan?
Nee. Oké, geen ster, geen ledlampje, rood-blauw. Rood-blauw. Rood. En blauw, dat is 1, 2, 3, 4, 2, 1. Zijn de laatste nummer even? Van je nummer? Ja. Knip hem maar. Oké, dan moet ik er nog eentje knippen. Even kijken. Ik heb nog twee blauw-witte met een ster. En ik heb één rode met een ster en een ledlampje. Ja, twee blauwe zei je, hè? Ja, ik heb. Die twee zijn hetzelfde. Blauw-wit met ster. Oh, dan moet je die andere knippen. Die rode? Ja. Oké, was goed. We hebben hem gehaald. Oké, Simon 6. Oh, yes. Towler? Ja? Simon 6, Towler. Ja, wat zegt hij dan? Simon 6. Simon 6 zegt hij blinkert. Hij blinkt. Hij bleef geel. Wacht. Is het even of nog even? Even. Oké, de boze, ja. Groen? Oké, was goed. Oké, blauw? Rood. Oké. Groen? Geel. Rood? Blauw. Oh, ik heb een fout gemaakt. Overnieuw. Nou? Ja, omdat ik een fout maakte. Ik was heel erg dom. Ik ben echt dom. Oké, okay, we hebben nou één strike. Ik ga de sequence opnoemen. Ja. Geel, blauw, groen, rood. Geel, blauw, groen, rood. Oké. Geel, blauw, groen, rood. Wacht even. Geel, blauw was het begin? Geel, blauw, groen, rood. Oké, groen, rood, geel, blauw. Groen. Rood. Groen was fout! Wat? Ik heb een strike, nu heb ik twee strikes. What the fuck? Twee strikes. Geel, blauw, groen, rood. Oké, blauw? Oké, blauw? Even kijken. Geel, groen, blauw, rood. Rood! Ah! Nee! Nou, Douwe, bedankt voor de komst. Wat? You blew it! Waarom? Ja! Beste kijkertjes. Sorry! Beste zeepjes! Ik kan nog één bom doen als je wil. Nou, volgens mij heb ik genoeg bommen in zijn gezicht gehad. Laten we het aan de chat over. Chat, wat zeggen jullie? Nog een bom! Ik kan. Durf je nu dan? Eén bommetje voor eigen bestwil. Ja, doen! Gewoon doen! 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 Die jongen is toch helemaal kapot. Doen! Ik zie één doen. Rook in mijn bakkes. Explodeer nog maar eens. Oh, wat hou ik ook voor jullie. High five. Doen. Oh, wat leuk. Als we eens nog gemarteld worden natuurlijk. Ja. Nog één bommetje. Oké. Eén bommetje voor eigen best wil. Trust me. I trust you, we're happy, sir. Here we go. Okay. Ik heb... gewone draden. Okay, hoeveel? 6. Zit er een gele in? Nee. Is je nummer oneven? Serienummer oneven? Nee, is even. Okay. Geen rode draad? 1 rode draad. Je hebt de vierde. Knip de vierde. Oké, is goed. Draden die zeg maar linken. Link? Oh, ja. ABC? Ja. Die, ja. Oké, de eerste? De eerste is van 2 naar A blauw. Van 2 naar A blauw? Even kijken, 2 naar A...
Was de eerste rode, eerste blauwe? Dat is de eerste blauwe die we zien, ja. Die gaat naar A. Ja. Nee, laat het liggen. Oké, eerste rode die gaat ook naar A. Nee. Ook niks aan doen? Nee. Oké, was goed. Oké. Oké, tweede rode gaat naar C. Ook niks doen. Tweede blauwe gaat naar B. Ook niks doen. Oké, eerste zwarte gaat naar B. Knippen. Oké, tweede, ik zie niks, lamp is uit. Ja. Volgens mij was die ook zwart. Tweede zwarte naar B. Niet knippen. Niet knippen? Nee. Oké, was dit nou al de derde blauwe, ja toch? Derde knippen, blauwe naar C. Nee, niet knippen. Oké, niet knippen. Gaan we volgende. Oké, we zitten nog goed. Derde zwarte naar A. Niet knippen. Derde rode naar B. Niet knippen. Niet knippen? Nee, niet. Oké, we hebben hem gehaald. Simon 6. Ik heb geen klinkers. Oké, dus de onderste. En de eerste die knippert is geel. Rood. Rood. Is goed. Geel-groen. Groen. Dan moet je... Groen had je? Ja. Dan ook groen. Oké, is goed. Rood komt erbij. Blauw. We hebben hem gehaald! Ik leef! Yay. Heb je het gehaald? Ja! Ik leef! Yeah. Yay. Ik leef! We hebben hem gehaald. Yeah. We hadden nog 2 minuten over. Oh. Yes. Maar dit ziet er, heel lomp uit als ik er zo doe, maar dat maakt niet uit, jongens. Ik ga heel even groot in beeld. Volgende 2 minuten niks doen. Nou, dag. Wij verwachten dit allemaal in deze livestream. Binnenkort ook op jouw kanaal. Oh shit! Nee, niet spoilen! Ik spoil helemaal niks, maar we verwachten het. Oké. Ik dank iedereen voor YouTube voor het kijken. Ik ben opgeblazen. Gevoel. YouTubers, Twitchers, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!